Ja, we zijn bijna 5 minuten onderweg. Lidberg die de bal verspeelt. Dan kan Bart Vriends hem teruggeven. Nee, hij tackelt! Hij tackelt Lidberg van achter. Hij is te laat. Bart Vriends. Dat betekent een strafschop voor Go Ahead Eagles. Een strafschop in de 5e minuut. Gele kaart ook. Gele kaart voor Michael Heijlen is het trouwens. De Belg, dus niet Bart Vriends die overtreding maakte. Maar Go Ahead Eagles komt hier met de schrik vrij. Dan denk je, waar heeft hij van Luttinghuizen nu over? Een minuutje geleden was aan de linkerkant Vito van Krooij te snel voor alles en iedereen. Hij punterde de bal voor. En daar was de spits van Sparta, Emega, die de bal op de lat rammelde. Maar we gaan naar de feiten toe. Bakker achter de bal. 11 meter tussen hem en de Nigeriaan Okoye. Die even toegesproken wordt door de scheidsrechter. Weet je wel, je mag niet te snel de lijn passeren. Vanaf komen, want de VAR let daarop. Iedereen buiten de cirkel van de 16. Maar Justin Bakker mag de strafschop gaan nemen. Hoe cool is Bakker? Is dit de eerste Eredivisie-treffer dit seizoen? Bakker! Nou, dat behoeft geen commentaar. Hij zit erin, hoog en droog. Ziet de keeper naar rechts vallen. Mikt daardoor niet eens te veel naar de linkerzijde. Hoog en droog binnen. Justin Bakker maakt de eerste Eredivisie-treffer van dit seizoen. Go Ahead Eagles staat voor met 1-0 na 6 minuten spelen. Voorraad Mangon, maar hij weet uiteindelijk nauwelijks te vinden. Die snel inspeelt op Lucassen. Die heeft heel veel groen gras voor zich. Lucassen speelt gelijk in op Berden. Die is ook weg. Punt strafschopgebied. Berden, kijk voor de goal. Maar de aansluiting komt er niet. Wordt hij naar de grond gewerkt? Nee, zegt de scheidsrechter. Ik hoopte het wel, maar hij hield eventjes de bal onder zich toen Pinto gleed. De klaarblijkelijk raakte die de vleugelflitser Berden niet. En wordt deze aanval gesmoord in balbezit Okoye. Bal naar de buitenkant. Daar Smeet zijn aanval inzet. Zoekt naar Emega. Op de 16 kan niet uitdraaien. Dus een kaart naar de linkerkant. De Luxemburger Pinto. Hij doet er zo lang over dat de scheidsrechter zegt, weet je wat? We gaan een bak thee drinken met z'n allen. Go Ahead Eagles staat met 1-0 voor in de eigen aanlas. Was tegen Sparta door de benutte penalty van Bakker. Ja, nou misschien hè. Daar hebben we de hele woorden de VAR voor. En wij hebben de beelden al gezien. We hadden het er net over Brouwers naar de grond ging. Toen zei ik, oh, wat een overtreding. Maar het spel ging door. De scheidsrechter had niet gezien wat dat was. Maar is nu door de heren in Zeist teruggeroepen. En als we de heren in Zeist, dan hebben we het over Van de Kerkhof. En hij staat nu bij het schermpje. En ik zie, oh, die gaat echt over de bal heen. En dat gaat rood worden. Ja, rode kaart bij Sparta Rotterdam. Het is Mika Pinto die er vanaf gaat. Zijn tackle was over de bal en raakte vol het scheenbeen. Net iets onder eigenlijk van Brouwers. Eagles gaf met z'n allen gaven ze zelf al aan. Dit was een fikse overtreding. De scheidsrechter Van der Laan zelf had het niet gezien. Heeft nu teruggekeken op het schermpje. Zeg maar tussen bij de entree naar de kleedkamers bij Go Ahead Eagles hebben ze een schermpje geplaatst. Hij kreeg een signaaltje vanaf Zeist van de VAR. Ga nog maar eens even kijken. En de rode kaart is een feit. Na 53 minuten spelen speelt Go Ahead Eagles tegen 10 man met een 1-0 voorsprong. En dat wil niet direct zeggen dat hij in de zetel zit. Dat weten we alles van sinds PSV niet voor bij Benfica uit moet. Het is Orhan Mangoen die hem meegeeft. Op Benfica is hij snel nog. Ja! Hij wordt naar de grond gelopen en de scheidsrechter wuift het weg. De scheidsrechter denkt, ja, Beugelsdijk kruiste weliswaar voor Langes. Maar hij raakt hem niet voldoende om daar een overtreding CQ misschien wel rood voor te geven. Want het is een doorgebroken speler. Op Orhan Mangoen. Orhan Mangoen weer naar Boutals. Zij komt die bal naar terug. Dat moet dan via Lucassen komen. Lucassen met een voorzet. En hij komt de Boutals. Boutals! Schitterende doelpunt! Boutals! Bakker Kramer, die kopt dan even door op iets en zijn andere invallen. Die doet van achteruit naar een keer voetballen. Kramer, gaat hij voorzetten? Nee. Hij kiest Nauber, de bal wordt rustig rondgespeeld. Dan kun je als scheidsrechter wat mij betreft ook wel afsluiten. Maar hij laat het de laatste seconde doorspelen. Rommens meldt zich dan nog eventjes aan de bal. Lucassen mag dan wat doen. Een mooie assist in huis, Lucassen. Maar de bal op Brouwers, die nu speelt, wordt buitenspel gegeven. Omdat de middenvelder te ver achter de linie stond. Dan mag Okoye nog een keer achter de bal zitten. Het wachten is op het eindsignaal. Waardoor Go Ahead Eagles met 2-0 gaat winnen van Sparta. En daar extra lang van kan genieten. Omdat volgend weekend geen competitie is. En u hoort de ovatie in de Adelaarshorst. Men is hier dik en dik tevreden. We hebben een leuke wedstrijd gezien. Bijzonder vermakelijk. Met een verdiende winnaar. Go Ahead Eagles dat met 2-0 wint van Sparta. Door doelpunten van Bakker en Boutals.